Hoe werken de e-call en b-call knop van Opel Connect? Bekijk het in deze video. Hallo, mijn naam is Hendrik Liewes en op dit YouTube-kanaal verschijnt wekelijks een nieuwe video met uitleg over een Opel systeem, zoals deze, of met uitleg over een Opel model. Nou, ben je nieuw hier, bekijk ons kanaal voor het eerst, van harte welkom. Maar vergeet niet te abonneren te worden. Dit kost helemaal niks en je krijgt dan als eerste bericht als wij een nieuwe video hebben geplaatst. Nou, in deze video ga ik dus meer vertellen over Opel Connect. Wat zijn de voordelen ermee? Wat kun je er eigenlijk allemaal mee? En wat houdt het eigenlijk allemaal in? Nou, en als allereerste video gaan we dus informatie geven over de e-call en b-call knop die zich in de auto bevinden. En hoe dat werkt en wat je ermee kan, laat ik je nu zien. Nou, en hier zien we dus de e-call en de b-call knop. Nou, en allereerst ga ik dus uitleggen waar e-call voor staat en waar b-call voor staat. Er zijn dus twee knopjes die bevinden zich eigenlijk in het hemeltje bovenin. Nou, dit systeem zit niet standaard in elke Opel. Dus kijk daarvoor uiteraard wel eventjes in je eigen Opel. Of in, uiteraard mocht je op zoek zijn naar een nieuwe Opel. Kijk dan goed even in de informatie daarvan. Maar er zitten dus twee knopjes hier in bovenin het hemeltje. En dat is eigenlijk een zwarte knop. En dat noemen we de b-call. En die knop is eigenlijk puur voor, stel voor als je met pech onderweg staat. Nou, we gaan natuurlijk niet vanuit, maar het kan ook een lekke band zijn bijvoorbeeld. Dan kun je deze knop indrukken. We gaan zo laten zien wat er gebeurt. De rechterknop, en daar staat ook SOS op, en dat is de e-call knop. En dat wil eigenlijk zeggen dat je rechtstreeks een verbinding krijgt met een meldkamer. Bijvoorbeeld als er een ongeluk is gebeurd, of als je bijvoorbeeld niet goed voelt, of je ziet bijvoorbeeld een ongeluk. Deze knop zal ook automatisch activeren wanneer de auto een ongeluk krijgt. Dus deze knop kun je handmatig indrukken of er zal automatisch een verbinding plaatsvinden. En dat laatste gebeurt als bijvoorbeeld de auto een ongeluk heeft en de airbag zou uitgaan. Nou, wanneer dit in uw Opel heeft, hoeft u eigenlijk hier niks voor te doen. Dit staat standaard al geactiveerd. Het mooie van dit systeem is dat het ook altijd werkzaam is. Mits natuurlijk een juiste verbinding is, hè, want dit is een aparte verbinding is dit, het werkt dus niet via je eigen telefoon. Dus een aparte simkaart is hier bevestigd die zorgt dat deze verbinding tot stand komt. Maar mocht de auto bijvoorbeeld helemaal niks doen en bijvoorbeeld met een lege accu, noem maar op, dan nog werken deze knoppen om verbinding te krijgen dus met de Opel pechdienst of met de meldkamer. Nou, en wat gebeurt er nou als ik bijvoorbeeld op de zwarte knop, hè, dus de b-call knop, de linker van deze twee, wat gebeurt er nou als ik daarop druk? Nou, ik krijg dus wat dan verbinding gemaakt met de Opel Assistance, met de Opel Pechel dus. En die krijgen de locatie van het voertuig door, die krijgen ook het type van het voertuig door en al in nuttige informatie. Zodat ze uiteraard snel kunnen schakelen en snel ook bij u langs kunnen komen. Nou, en dit werkt dus als volgt. Houd de knop 2 seconden ingedrukt. Op voor assistentie aangevraagd. Uw locatie wordt bepaald. Opnieuw indrukken om te annuleren. Nou, en zo werkt dus eigenlijk de verbinding met de b-call knop. Nou, we hopen natuurlijk dat je deze niet nodig bent, maar ben je dus gerust, dus mocht er een pech onderweggeval zijn of iets anders, dat je dus altijd deze knop kan indrukken 24 uur per dag. En daarnaast hebben we ook nog de SOS knop, oftewel de e-call knop. Nou, en deze knop wat ik dus al verteld had, is het eigenlijk puur voor noodsituaties. Dus heb je een ongeluk, heb je bijvoorbeeld, zie je een ongeluk of rij je ergens en je voelt je niet goed, dan kun je op deze knop indrukken, zodat je eigenlijk rechtstreeks verbinding krijgt met een meldkamer. Nou, die kan uiteraard politie, brandweer of ambulance inschakelen en te zorgen dat je zo snel mogelijk op locatie komt waar de auto staat. Nou, in deze video gaan we deze uiteraard niet testen, maar hij werkt inderdaad wel. En ik hoop natuurlijk uiteraard dat je deze ook niet nodig bent, maar weet ook hiervan dat we 24 uur per dag ook bereikbaar zijn om te zorgen dat we zo snel mogelijk kunnen helpen en zo snel mogelijk bij u kunnen komen in geval van nood. Mocht u een van deze twee knoppen een keer per ongeluk indrukken, hè, dus die knop hou je dus 2 seconden ingedrukt en dan gaat daar de verbinding lopen. Mocht dat een keer per ongeluk gebeuren, dan kun je die heel makkelijk weer door middel van het indrukken van de knop weer annuleren. En mocht dat al te laat zijn, ja, dan geeft er gewoon aan dat het een vergissing is en ze zullen uiteraard ook de verbinding weer verbreken en er is verder niks aan de hand. Nou, dit is eigenlijk de werking van de e-call knop en de b-call knop. Nou, en uiteraard kun je met Opel Connect nog veel meer mogelijkheden. Die gaan we ook in een volgende video laten zien. Aan de hand daarvan hebben we bijvoorbeeld ook nog een video gemaakt van je My Opel account. Die zal ik uiteraard hierboven ook even linken, zodat je in alle rust ook kunt bekijken. Nou, en ik hoop dat ik je hiermee een duidelijk en heldere uitleg heb gegeven over de e-call en b-call knop van Opel Connect. Nou, heb je nog aanvullende vragen? Je kan ze heel makkelijk hieronder intypen of stuur een mail naar klantencontact@liewesrode.nl. Maar u bent ook van harte welkom ons bedrijf aan de Centurbaan Noord 133 in Rode te bezoeken. Daar hebben we alle open modellen staan. Natuurlijk kunnen we alle informatie ook geven. Ook een proefrit is mogelijk. Maar natuurlijk kun je ook online een offerte aanvragen. Kijk op onze website www.liewesrode.nl voor alle informatie. Nou, mijn naam is Hendrik Liewes. Ik wil je super bedanken voor het kijken naar deze video.
volgende week verschijnt er weer een nieuwe video en hopelijk zien we elkaar dan weer. Tot dan!